De Friese Oscars met een knipoog. De Gouden Gurbes werden zaterdagavond uitgereikt in de Harmonie. De Gurbes zijn door de Leeuwarden Courant ingestelde prijzen voor de Ipe Loft spullen. Dit jaar met een verrassende winnaar. Lang en Gelukkig van regisseur Caro Kroon won 2 van de 6 Gouden Gurbes. Daarmee werd het kleinste Ipe Loft spul van het afgelopen seizoen de grootste winnaar bij de prijsuitreiking in de Harmonie. Edwin Kramp maakte het nu volgende verslag van deze galaavond voor GPTV. Hier staan 6 Gouden Gurbes op een richtje. Wie dit hier? Ja. Wie dit hier tolle van Ipe Loft spul die mij doet. Dus net iedereen zal erin krijgen, maar je weet het is een Oscar, maar een knipoog, zeg maar zeggen. De jury had een hoop werk van online begrepen. Ik zal net een volle tientje smartmaatje. Ik wil je aandacht graag vragen voor het filmpje wat even een oersjurk jouwt van het oude ronde Ipe Loft spul. De Gouden Gurbe van de beste vormjouwing gaat naar Simke. Ja! Van morgen zei Dixie mij, dat mij zo'n spits kroeg. Ik zei, dus gek. Ik zei, nee, dat wil ik net. En dan denk ik, ik heb mijn dingen. Maar ik ben nog nooit zo gruts geweest op een ploeg als deze in Harkema. We gaan een hoop stwarmen trosteren, zowel waar en oren stwarmen. Maar we gaan, jongens. Comité, want hiervoor staat de vrouw met allure.
erom. Oké, mooi douche, mooie douche. Nog één keer oefenen in de Gouden Gurb, hè? Van de eerste haardrol. Is van alle jongens. Bram van Meulens deze keer, ik doe dat net, want die verhuur is hartstikke leer. Maar ze hebben het vertellen, we hebben een geweldige zin met hem en we hopen een beetje in de west binnen dat ze het gewoon hebben, dat ze het hebben. Dat ik gewoon fantastisch iemand kan zien, dus Jorrit is. De helft van mijn teksten vullen wie de helft van mijn salaris kind op mij voldwammen. Schrijf er voor mij nou al zien. Platen weer nou alle jaren van mij. Ik draai ze krijg ze uit, als ik kijk de televisie, maar de dorp, omdat ik wel zonder ken, waar een bestaan, wat een luze leven, verrijkt me niet. Dan maar verkeerd, Riedewien, wij nemen vleurig in. De Gouden Gurbe van de beste voorstelling van het hier beloft seizoen 2012. Is van man en gelukkig!
Ik had het helemaal niet verwacht. En ik wil... dus blijf. Iedereen die mee heeft gewerkt aan de voorstelling, echt super bedanken. Alle stagiaires van het Friesland College. En alle spelers. En mijn moeder. En mijn zoon ook. En ja, we gaan nog lang en gelukkig verder leven nu. En dat vinden we een hele mooie prijs en ontzettende stimulans. Maar Rineke en ik gaan altijd zijn, bijvoorbeeld meisje is voor de meesten. En als we een gurbe winnen, dan willen we heel graag de publieksprijs. En die gaan we. Dank u. Teun en ik hebben voor de tweede keer tegelijk een productie maken. En vaak komen de vragen van, hoe doen we dat? Ja, dat kunnen we eigenlijk niet lezen. We hebben het feest in Londen al begaan, verleden hier, door de RTR en Westhaan en de Blokbrothers. Op de scène van, god, dat is zo geweldig als we een podium in Friesland krijgen. Dat gaan we krijgen in Burgen. Ja, en wat betreft twee kapiteins in je skip, nou, ik moet zeggen, er zijn heel veel verschillen tussen Teun en mij. Ik bedoel, lengte, lids, grut, breed. En generatieverschil en twee kapiteins, homo, hetero, ja, noem het maar op. Het is een alle jaar, maar ik kan alleen maar zeggen, ja, ik hou van Teun. Ik hou van Teun en ik denk, ja, ik heb een hele soort. En mijn huis ploeg van Burger gaan we een fantastische tier hadden. En we hebben gewoon een machtige groep spelers. En ja, het bloed toch leuk, ja, en we kunnen winnen. Bedankt. Ja.
Die zat in de psalmen, waar hier krijgt op hier, die burgers door het publiek vol waardeert. Dankjewel. Als je de publieksprijs hebt, mag je ook drie keer spreken. Maar hij gaat niet lang maken. Ik zou eigenlijk de ploeg van Burgum willen vragen om op te staan. De hele ploeg van Burgum. Je op te brengen naar de zaal en één dag de applaus op de zaal te brengen. Ik zou zeggen, Takamir hoop ik hem alle jaar weer te zien. Ons zien en dank u wel.